Max de Waal, net het oefenduel tegen Jong PSV met 2-1 winnend afgesloten. Dat voelt denk ik wel even lekker. Ja, tuurlijk. Als je een wedstrijdje speelt, wil je natuurlijk altijd winnen. En zeker tegen zulke ploegen. Dus voelde lekker, ja. Ja, dat is de eerste echte krachtmeting. Een tegenstander die je ook dit seizoen kan verwachten in de keukenkampioendivisie. Ja, wat voor indruk maakte je teamgenoten, maar ook de tegenstander op jou? Ja, fit. Tenminste, wij waren fit. We speelden wel gewoon goed voetbal. En soms hadden we het wel een beetje lastig met hoe en wat en waar iedereen liep van PSV. Maar ik denk dat we het wel gewoon goed hebben gedaan. Ja, dit zijn dan je eerste weken bij ADO Den Haag. Hoe vallen ze tot nu toe? Ja, ik heb het naar mijn zin. Echt een leuk team. Dus tot nu toe ben ik gewoon hartstikke blij dat ik hier ben. Ja, voel je al een beetje thuis bij de club? Want je hebt ook al natuurlijk de supporters ontmoet en de spelersgroep. Ja, hoe voelt dat? Ja, voelt allemaal goed. Supporters zijn top en spelers zijn ook allemaal leuk. Dus ik voel me echt op mijn gemak hier. Ja, met Sam Steijn is er een speler vertrokken met veel scorend vermogen. Die afgelopen seizoen erg belangrijk was voor de ploeg. Jij wordt al genoemd als zijn opvolger. Voel je dan extra druk daarvoor? Nee, hij heeft het natuurlijk hartstikke goed gedaan. Ik ben Max de Waal, ik ben geen Sam Steijn. Dus ik moet mijn eigen pad gewoon hier bewandelen. En dan zie ik wel hoe het gaat. En wat zijn de sterke kwaliteiten van Max de Waal? Nou, ik heb een goed schot. Ik heb ook scorend vermogen. En ik denk dat ik gewoon goede techniek heb. Zagen we net al in de wedstrijd twee heel goede uitgevoerde vrije trappen van jou en daar kwam ook een doelpunt uit. Is dat een van jouw sterke punten? Ja, zeker. Ik kan wel goede vrije trappen en corners nemen, dus dat is wel een van mijn kwaliteiten. Ja. Ook werken nu onder de nieuwe trainer, Dirk Kuyt. Hoe bevalt dat? Ja, goed. Hij neemt de groep goed mee en hij zorgt gewoon idee dat hij het naar zijn zin heeft, dus stop. En deze week zijn jullie zowel in Noordwijk als in Zeist voor een trainingskamp. Hoe is dat voor jullie? Ja, we zitten nu natuurlijk in Noordwijk. Allemaal hartstikke mooi. Weer is goed, dus top. Want tot slot, wat hoop je met ADO Den Haag dit seizoen te bereiken? Nou, gewoon promoveren wat vorig jaar niet is gelukt. Dit jaar natuurlijk hopelijk wel. Daar gaan we gewoon met z'n allen voor.